Dit filmpje is mede mogelijk gemaakt door openwaterswimmingshop.nl. Ik zag er heel erg tegenop. Hartstikke zenuwachtig. Daar was hij nergens voor nodig. En dat bleek achteraf ook wel zo te zijn, maar toch. En het is, hoe moet ik het zeggen? In het begin ging het eigenlijk de eerste 1,5 kilometer. Dat gaat zoals het zwembad altijd wel een beetje inkomen. Vervolgens ging het eigenlijk heel erg lekker. Maar dat bleek ook te maken te hebben met de golven die er nog niet waren. Het laatste stuk was ook wel goed. Alleen, dat was wel heel erg wennen met die golven. Ja, dat was wel een paar keer dat ik me goed verslikte. En ik was heel erg blij met je aanwijzingen. Want ik denk, als je dat in je eentje zo doet, dan ga je op een gegeven moment heel slordig zwemmen. En dan ga ik van links en dan ga ik van rechts. Ik vond het met die boot wel lastig. Dat moet je vaker doen. Want om een beetje die boten in de gaten te blijven houden, dat is ook een kunst. Maar ik vond het een geweldige belevenis. En dat smaakt wel naar meer hoor. Ik heb gehoord dat je ook nog een 10 kilometertje hier kan zwemmen. Nou, daar ga ik voor trainen. Nou, ik vond het top. Ik ben heel blij dat ik daar zo eens in maart mee ben begonnen. En ik kan niks anders zeggen. Ik zou het iedereen aanraden.